De baard op je beeldscherm, welkom, leuk dat je weer kijkt en vandaag heb ik een aantal fitnessoefeningen voor de rug voor je. Let's go! De eerste oefening, dat zijn rack pulls. Geweldige oefening. Hoor ik mensen misschien denken, ja Raymond, waarom zou je een rack pull doen, waarom geen deadlift? Kom ik zo op terug, want een deadlift is natuurlijk ook een perfecte oefening voor de rug. Alleen, ik moet ook de filmpjes natuurlijk een beetje interessant houden en ik kan alle standaard oefeningen wel opnoemen. Houd het niet interessant. En ik zal straks wat meer uitleggen over de rack pull. De rack pull is eigenlijk in principe gewoon een deadlift, totdat je met de deadlift daar ter hoogte van je knieën bent. Dus we komen vanaf hier, komen we omhoog. Het is gewoon exact een deadlift. Met de rack pull is natuurlijk hetzelfde als bij de deadlift. Trek je schouderbladen naar achter en naar beneden. Span je buik hard aan en kom vanaf daar omhoog door alleen maar je billen aan te spannen. Alleen, ik zou rack pulls doen voor de rug, speciaal omdat, stel je voor, kijk naar mijn rugpositie. In de deadlift, stel ik doe een normale deadlift, kom ik vanaf de grond, plus minder zo, kom ik omhoog, omhoog, omhoog en doe ik dit. Zie je wat er met mijn rugpositie gebeurt vanaf het moment dat ik de bar van de grond afdeel tot aan mijn knieën. Dus dit goed visualiseert. Wat gebeurt er? Helemaal niets met mijn rugpositie. Mijn rugpositie blijft continu in hetzelfde, dezelfde hoek. En pas als die voorbij mijn knieën is, dan begint mijn rug te strekken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mijn rug niks doet. Sterker nog, mijn rug doet heel veel. Zeker als jij het gewicht wat voor jou zwaar is. Voor sommige mensen is dat 100, voor sommige mensen dat 300 kilo van de grond aftrekt. En heel je core, je buik, je rug moet stabiliseren. Wordt die zeker heel zwaar getraind. Maar de echte beweging komt natuurlijk pas op dit laatste stukje. Dus zo kunnen we wel de nadruk meer leggen op de rug en kunnen we ook nog eens een keer zwaarder trainen. Het is natuurlijk, de oefening wordt nu maar voor de helft uitgevoerd. Dus dit, als je bijvoorbeeld zwaar wilt deadliften, kan dit een manier zijn om dat plateau te doorbreken. Er kan, stel je voor je deadlift is max 200 kilo, kan je nu 230, 240, misschien een beetje overdreven, maar kan je er wat extra ophangen en vanaf daar omhoog komen. Want de beweging wordt natuurlijk kleiner, je hoeft een minder grote range of motion te maken. Dus, al met al, samengevat, rack pulls, perfecte rugoefening. Nummer 2 hebben we een barbell nodig. Sommige sportscholen die hebben zo'n een landmine om die barbell in te schuiven, zodat die stevig op zijn plaats blijft. Dit kan in principe ook hartstikke goed. Bij mij, ik weet niet of jullie dat zien, ik denk het wel, zit die gewoon in de hoek van mijn rek geduwd, blijft die perfect liggen. Moet wel gezegd worden dat wanneer je hier echt veel gewicht op komt, volgens mij, bij mij is het ongeveer 70, 80 kilo. Dat gaan we deze oefening toch wel niet halen. Maar 70, 80 kilo, dan kan hij wel omhoog schieten. En er overheen schieten kan je voorkomen door of een houten plaatje of iets erop te maken als je thuis een rek hebt. Maar dat terzijde. One arm barbell rows. Makkelijke oefening, vind ik. Gaat staan, mijn rug is ongeveer in 45 graden. En vanaf hier roeien we. Net zoals je dumbbell rows zou doen. En wat ik altijd bij alle rugoefeningen zeg, en als je mijn andere video's kijkt, komt het je bekend voor. Trek je handen naar je navel toe en niet handen naar de borst. Als ik te ver naar achter ga staan, dan, ik denk dat de paal onderweg zit, maar ik ga net naar achter staan, trek mijn hand naar de borst, voer ik de oefening compleet verkeerd uit. Terwijl ik hem neer richting mijn navel trek, voer ik de oefening beter uit. Wat ik ook altijd zeg, is ellebogen naar het plafond. Leid met je elleboog. Ik trek niet mijn hand, daar denk ik niet aan. Ik trek niet mijn hand naar mijn lichaam toe. Ik trek mijn elleboog naar achter. Dat is waar ik aan denk. Deze oefening mag je helemaal voorovergebogen doen, als je dit fijn vindt. En nou ja, als je dit fijn vindt, dit legt meer de nadruk op de onderkant van de rug. Dus de onderkant van de lats. Niet zozeer van de onderkant van de rug, maar van de lats. En wanneer je meer rechtop staat, gaan we meer richting de trapezius. Normaal gesproken voer je deze oefening onder een hoek van 45 graden uit. Kan je veel kracht genereren, kan er veel gewicht op. En wat je ook nog kunt doen, dat is een greep erbij pakken. Dit is geen speciale greep voor deze row, die bestaan wel. Je hebt een soort van handsvaten, ik zal even een plaatje opzoeken. Zodat je die op je barbell kan bevestigen, maar die heb ik niet. Dit is gewoon een pulley voor de pulley, een andere close grip pulley greep. Die gebruik ik nog wel eens om hem om de barbel heen te doen en zo met twee handen te gebruiken.
En kunnen we de oefening zwaar uitvoeren. Net wat ik zeg, als je nou ook een squat core of iets dergelijks hebt en je doet er veel gewicht op, let erop dat de achterkant niet omhoog schiet. Want wanneer ik Roos aan het uitvoeren ben, de achterkant schiet omhoog en hij schiet er overheen, dan raai je finaal door je rug heen. Oefening nummer 3, dat zijn lat pulldowns. Die ken je misschien wel, deze oefening. Een aantal dingen. Als je deze oefening uitvoert, net zoals dat ik bij mijn andere oefeningen zeg, hou je schouderbladen naar beneden en naar achter. Hou de spanning op, zorg dat het aangespannen is en stevig is. Wanneer we dit niet doen en we voeren de oefening op deze manier uit, ten eerste heeft het geen groot effect, een slecht effect op je lichaam. Sloop je schouders er ook mee. Gewoon niet doen en het is zonde als je hem zo zou uitvoeren, zonde van je tijd. Een tweede ding is dat, wat ik mensen nog wel eens meegeef, wanneer je de stang beetpakt, gebruik niet je duim. Je hoort me wel eens bij andere oefeningen zeggen, we gebruiken altijd onze duimen, altijd. Deze oefening kan in principe niks fout gaan, aangezien als je iets verkeerd gaat, dan laat je hem los, schiet hij omhoog. Moet je niet al te vaak doen, want dan staan de mensen in de sportschool zo raar te kijken. Maar je pakt je duim, die doe je niet om de stang heen, maar eroverheen. Waarom doe ik dit? Ik zou zeggen, probeer het zelf eens uit. En je voelt gelijk dat het aanzienlijk stuk makkelijker is om je lats, om heel je rug, gewoon aan te spannen. En ook hierbij denk je weer aan leiden met de ellebogen. Ik trek niet mijn handen naar beneden. Het enige waar ik aan denk is, ik trek mijn ellebogen naar de grond toe. Maak mijn borst tegelijkertijd groot. Een tweede dingetje wat ik nog wil toevoegen, is dat je deze natuurlijk... Je hebt natuurlijk een aantal variaties hierop, maar de bekendste is natuurlijk de close grip. Wat meer bicepwerk. Wat is het andere grote verschil nog, is dat je meer het midden van je rug zal trainen. En beide handen is 9 van de 10 keer de lats. Meer aan de zijkant zou je van je rug trainen. Een ander groot verschil vind ik. Ik weet niet, ik zal eens kijken of ik dat voor kan doen. Als ik, zelfs een fotootje of iets dergelijks nemen, dan moet ik even kijken of ik dat bewerk. Als ik in deze positie zie, dus zit, kan je zien hoe hoog mijn handen zijn. Terwijl, als ik de close grip zou doen, mijn handen hoger zijn. En ook als ik zak, kom ik ongeveer tot onder mijn kin, tot op mijn borst. En ik kan er gewoon niet verder, want daar is mijn lichaam niet op gebouwd. Hij heeft helaas deze vorm. Dus ik kan niet verder. Maar als ik close grip doe, zie je het verschil? Kan ik makkelijker zakken, dieper zakken, verder zakken. Dat betekent dus dat ik en hoger kan starten met de close grip. En ik kan dieper zakken. En dat betekent dus dat deze een close grip variantie een grotere range of motion heeft. Dus we de spier langer, in een langere richting zeg maar, kunnen trainen. En dat kan dus resulteren in meer spiergroei als dat je een wijdbeen pakt. Langere range of motion is 9 van de 10 keer beter. In een andere video van mij, dat is volgens mij fitnessoefeningen voor thuis, zo even uit mijn hoofd. Daar doe ik back extensions voor. Dat is natuurlijk als je geen fitnessmateriaal tot je beschikking hebt. Maar als je dat wel hebt, dan zijn hyperextensions een hele goede oefening. Zorg ervoor dat je je voeten natuurlijk lekker klemt en vanaf hier omhoog komt. Het is natuurlijk makkelijk om hem zwaarder te maken. Pak een gewichtje erbij, hou hem tegen je borst aan. En vanaf hier kom je omhoog. Makkelijke oefening. De volgende oefening, dat is de Yates row. Ik ga ervan uit dat die is vernaamd naar Dorian Yates, oud bodybuilder. Vraag me er ook niet meer over, want meer weet ik er ook niet van. Ik ben niet zo thuis in de bodybuilding. Maar je buigt iets wat voorover. En vanaf daar, met handen supinated, handpalmen omhoog wijzend, roeien we omhoog. Heel veel mensen zien er wel eens een discussietje voorbij komen van, oh, je voelt de oefening niet goed uit, want die denken dat het een bent over row is. Een bent over row is een compleet andere oefening. Een Yates row is ervoor gemaakt om wat rechter op te staan. Als dat je zou doen bij een bent over row, zeg ons heel erg veel rechter op zelfs. En vanaf daar omhoog te komen. Voor de rest, zoals altijd, schouderbladen elkaar goed aantrekken. Leiden met de ellebogen. Oefening is lekker makkelijk. Kan je ook na een verloop van tijd best zwaar mee gaan. Alleen zou ik met rugoefeningen heel vaak niet adviseren. Omdat het toch lastig is om je rugspieren aan te spreken wanneer je heel zwaar gaat. Het is natuurlijk vooral bij een Yates row heel makkelijk om de biceps de overhand te geven. En daarmee te gaan bijna een curl gaan staan maken eigenlijk. Dat zou natuurlijk hartstikke zonde zijn als je de oefening nogmaals verkeerd uitvoert. Wil je nou nog meer oefeningen zien? Wil je nog meer fitnessoefeningen zien, dumbbell oefeningen en nog meer video's die ik ga maken en die al op mijn kanaal staan? Neem dan alsjeblieft even een kijkje op mijn kanaal.
Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan. En dan zie ik jou volgende week.